Op mijn 12e, bij de jongens uit Schorrel, ben ik begonnen bij een beachproof camp. En dat vond ik zo leuk. En ik had heel veel sport al gedaan vroeger, maar toen ging ik surfen en dacht ik, ja, dit is echt wat ik de rest van mijn leven wil gaan doen. Nienke Duijmaier uit Groet maakt zich op voor het WK surfen in El Salvador. De 34-jarige surfster woont inmiddels in Noord-Spanje en dus gaan we zo kort voor het toernooi langs in Groet bij haar trotse vader. Nou, we hebben hier nog een mooi surfplank liggen. Hij is niet van Nienke. Ja, Nienke woont hier ook niet meer hier. Ja, ik zou niet zeggen dat Nienke het van mij geleerd heeft. Nee, ik was in Spanje. En ja, Nienke nodigde me uit om een keer te surfen natuurlijk. En nou, dat wil ik wel een keer meemaken. Ik ben hier 10 jaar geleden begonnen met het zelf organiseren van surfreizen. En coachingreizen. Dus mensen komen bij mij. En dan begeleid ik ze eigenlijk verder in het surfen. En daarnaast werkt Duijmaier dus ook hard aan haar eigen doelen. Zo behaalde ze al meerdere Nederlandse titels en werd ze in 2019 tweede op het EK. Maar hoe word je nou wereldkampioen golfsurfen? De discipline die ik doe, dat is echt een jurysport. Het is denk ik nog het meeste te vergelijken met kunstschaatsen of zo. Dus er wordt niet gekeken naar wie de hoogste golf heeft of wie er langst op de golf staat. Maar er wordt echt naar een totaalplaatje gekeken van welke trucjes je op een golf doet. Met hoeveel souplesse, hoeveel stijl je dat uitvoert. Het WK begint op donderdag 18 april en de familie Duijmaier heeft er vertrouwen in. Nienke is daar een paar weken geleden geweest om te trainen. En ze heeft daar goed gevoel over. Ik voel me al een stuk beter dan vorig jaar. En ik hoop eigenlijk op een top 20 resultaat dit jaar.